Dames en heren, jongens en meisjes. Ik ben toch ongelooflijk hard geprankt. Oh, oh, oh. Je hebt het waarschijnlijk al gezien. Denk ik, gok ik. Waarschijnlijk zo niet. Dat kan natuurlijk ook. Ik zal een link in deze video in de beschrijving zetten. Misschien leuk om eerst de video helemaal te kijken. Voordat je deze reactievideo kijkt. Ik ben geprankt door Kelvin. En je zal denken, Koen, ben toch een slimme gast, jongen. Hoe kan dat nou? Ik ga je nu uitleg geven hoe dat gebeurd is. En hoe dit, wat hier allemaal gebeurd is. Oké, laten we beginnen. Mensen, ik kreeg op een dag een bericht van mijn manager. Die zei, Koen, wat leuks. BNN Vara wil een documentaire over je maken. Samen met 3 andere gasten. Dus dan zouden er 4 documentaires gemaakt worden. Eentje over mij en 3 over andere mensen die iets doen in het leven. Dus ik dacht, nou, wat een eer. En ik zal jullie vertellen, mensen, dat mailtje zag er akelig goed uit. En weet je, het kon dat het mailtje er akelig goed uitzag, omdat het mailtje was ook echt. Als in, het was niet echt omdat het van iemand van BNN Vara kwam, maar het was wel een echt BNN Vara mailtje van BNN Vara. Omdat die smerige Kelvin, die had een bericht gestuurd naar BNN Vara van, yo, mag ik even een e-mail aanmaken met jullie @bnnvara.nl. En BNN Vara zei dan ja. Die zeggen dan ja. Waar slaat dat op? Waar slaat dat op? Nou goed, van het een kwam het ander. Uiteindelijk kwam ik dus aan bij een hotel en vanaf toen, is er gefilmd. Welkom bij de prankshow, mensen. Mijn naam is Calvijn. En de prankshow. Wat een triest ietsje, de prankshow. Triest, man. Hey, mensen, trouwens, vind je mij nou zielig? Oh, ik ben zo zielig. Abonneer op mijn kanaal, doe dat hier beneden en like deze video. Ik heb het zelf nog niet gezien. Ik heb wel delen gehoord, want mijn vriendin heeft het wel gekeken. Ik heb het niet gekeken, want ik kan het eigenlijk niet aanzien. Ik kan dit persoonlijk niet aanzien, maar ik ga nu toch kijken. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik vind het zo cringe, maar goed, we gaan kijken. Koen denkt dat hij zijn eigen documentaire gaat krijgen. Een docu over je eigen leven. Die docu gaat er natuurlijk nooit komen, maar dat weet hij. Nee, lullig. Lullig, joh. Ik had zoveel zin in mijn docu, man. Ik was helemaal hyped. Ik mocht het aan niemand vertellen, maar ik had het toch stiekem aan de bankje verteld. Want ik zei, jongens, ik heb toch een leuk iets, ik heb toch een leuk iets. Zelfs mijn ouders. Ouders verteld. Diep en diep triest. Hij denkt dus dat hij dat krijgt en hij gaat daarover praten hier met een man en met een vrouw. En vooral die vrouw, die wil wel heel veel over Koen weten. En die is wel heel geïnteresseerd in Koen. En uiteindelijk blijkt dat die vrouw wat meer wil met Koen. Die wil sexy time. Die vindt Koen zo'n aantrekkelijke jongen. Die wil gewoon... Ja. Hé, wie niet? Kijk, dat is natuurlijk de dagelijkse kost voor mij. Maar ja, normaal gesproken hangt er niet een documentaire aan vast. Nou, Koen komt hier aan, die gaat lekker zitten. Die spreekt hier vooral met jou, Emma. Emma vindt hem wel een opwindende jongen. En dan gaat ze langzamerhand aan... Emma en de man. Zeg, ik kwam eens aanlopen. Zij stond dus bij de ingang. En zei van, ja, ik ben op zoek naar Emma de Jong, zo heet ze. Emma de Jong. En ik had het dus al gelinkt in, want ik was benieuwd. Wie is dit? Ik kon niks vinden, dus ik vond dat al raar. Maar... goed. Hoi. Kan die kinderen gelijk? Mogen we misschien een box? Ja, man. Hoi. Bos. We zaten net lekker kaarsjes te spelen. Oh, oh, oh. Heerlijk. Kijk, daar kan ik niet boos om worden. Dat is toch fantastisch. Nou, fijn dat je er bent. Uiteraard, leuk. Nou, ik ben dus Emma van BNN Vara. Yes. En mag ik eens met mijn man? Oh, daar zit ik dan, jongen. Besef trouwens. Nou, daar kom ik zo wel op, Dit is zo raar. Die is er gewoon bij, die is wil je wat drinken? Ja, lekker water gewoon. Gewoon water? Water, mensen. Drink lekker water. Of no excuse energy, maar dat maak je ook met water. Dus in principe is dat vrijwel hetzelfde. Ja, dus daar handplof dat ik dacht van... Voor die kinderen. Ja. Mag ik alsjeblieft even aan jou op de foto? Ja, laten we dat even snel doen, dat is goed. Okay. Ze gaan nu op de foto's. De foto, ja, ik dacht, laten we even snel de foto gaan en dan daarna kunnen we gewoon verder praten. Ik dacht natuurlijk wel, waarom zijn die kinderen hier? Dit is echt raar. Heb je heel gedaan? Ja. En ik heb gestudeerd aan Erasmus. Je bent echt een intelligente jongen gewoon. Nou ja, dat weet ik niet, maar ik vond studeren niet zo moeilijk, dat was wat chill. Mogen we misschien nog een keer op de foto, want die foto was fout. Oh, ik kwam ze nog een keer, op de foto. Dat komt nu zeker. Doe maar even gauw dan. Ja? Ja, doe maar. Top, alsjeblieft. En dan, het duurt 4-5 weken. Mag ik misschien op zijn rug? Oh ja, mag ik misschien op zijn rug? Op zijn rug. Ik dacht, wat gebeurt hier, gek? Op zijn rug? Ja. Nou, ik denk niet dat hij daarop zit te wachten. Is dit een soort grap of zo? Of is dit, Hier dacht ik echt van, dit klopt niet. Ik dacht, dit is een prank. Ik dacht, dit moet een prank zijn. Dit kan niet anders. Dus hier, vanaf dit moment, ging ik om me heen kijken. Voor camera's, dingen die niet klopten. Maar ik kon gewoon niks vinden. En het was zo vervelend omdat ik niks kon vinden. En het ding was ook, in mijn hoofd bleef rondspelen. Ja, kijk, het is wel echt raar. Maar ze heeft wel gewoon met een echte e-mailadres gemaild. Dat heb ik echt in mijn hoofd gehad. En dat was zo vreemd. Er wordt veel gepraat. Veel praten over Koen, over zijn leven. Maar dat zorgt ervoor dat hij gaat denken dat het echt is. Want als je te snel gaat, dan is het allemaal onrealistisch. Dus er wordt veel gekletst. Ja, we gaan het gewoon zien, denk ik. Mij lijkt in ieder geval leuk om met hem. Ja. Daar ben ik blij om. Wat is eigenlijk een high score met kaarsje? Ik weet het niet. Als je high score in kaarsje, dan ga je, oh, hou even je bek, jongen. Maar ja, tegen kinderen moet je gewoon altijd lief zijn. Waar je dan uiteindelijk helemaal geen klik mee hebt of zo. Dat is mooi, hoe lang moet je deze nog bij me houden?
Nou, die jongens hebben een Tamagotchi. Tenminste, dat denken ze. Maar eigenlijk is dit iets wat we misschien allemaal wel kennen. Dit wordt inwendig ingebracht. Ik heb dit totaal niet doorgehad. Hij loopt naar je vader toe en dan zeg jij... Vasthouden. Ja, geef maar jongen. Ziet Koen dus dat dit in het spel is? Nou ja, dan moet hij zelf bedenken dat dit bij jou gast, inwendig... Dit kan alles zijn. Dit kan echt alles zijn. Ja, tuurlijk. Nu, als je dit ziet, is het logisch dat het is. Maar hij geeft gewoon een afstand die ik weet ik veel. Misschien was het van de poort of zo. Ik heb geen flauw idee. Leg die... geef me hier. Geef maar mij. Ik had echt geen flauw idee. Nee, met ons bedrijf ging het ook gewoon goed tijdens corona, zoals ik ook ja, met onze tuin ging het ook wel goed tijdens corona. Kitting het, joh. Wat mooi. Voor mensen die het even niet begrijpen. Koen zit er nu lekker in. Hij denkt dat hij zijn eigen programma krijgt. Hij begint nu ook veel vragen aan jullie te stellen. Dus dat is gevaarlijk. En dan daarna moeten we hem eigenlijk meekrijgen naar een hotelkamer. En dan gaan we kijken hoe ver het kan gaan. Nou, die hotelkamer, dat was dus tegen raar. Op een gegeven moment zei ze van ga mee naar die hotelkamer. Terwijl ze 20 minuten ervoor hadden gezegd dat ze om de hoek bij vrienden sliepen. Ook vreemd. Maar ja, op dat moment, nou daar kom ik zo wel op. Oké, Emma doet nu even iets zwoeler. Dus ze praat ook een beetje zo en ze doet ook een beetje zo. Ze heeft natuurlijk al 3 wijn gehad, dus het is allemaal net even iets meer sexy. Oh. Bijzonder eigenlijk dat je bruine ogen hebt. Wat? Een beetje blond haar. Ja, een van de 7 schoonheden. Ja, zeker. Ik ben kapot lekker, ja. Hey. Nee, er wordt wel eens gezegd dat ik rood haar heb, maar daar kan ik zelf niet in. Tering Kelvin, jongen. Oh. Zullen wij even... Ik heb boven nog een ruimte waar we even rustig kunnen praten. En dan kunnen we even details doornemen. En dan hoef je niet bij hem te zien. Oké, is goed. We willen dus naar boven. En hier had ik echt wel... Ik zweer het je. Hier had ik echt het idee van... Dit is echt raar. Dit is echt vreemd. Maar dan toch wel de nieuwsgierige Koen. Die wil dan toch wel weten waar het naartoe gaat. Dit helemaal. Want het was zo ongelooflijk raar wat hier allemaal gebeurde. We hebben 8 minuten gezien. Ik denk oprecht dat we hier een uur gezeten hebben. En het was zo raar. Het was echt... Het sloeg helemaal nergens op. Nou goed. Koen gaat mee naar de hotelkamer. Nee. Toen kwamen ze in de hotelkamer en lagen dus kleren en zo. Terwijl ze dus hadden gezegd dat ze daar niet sliepen, maar in de buurt. En het was zo fucking vreemd. Ja, dat wordt natuurlijk helemaal bizar. Mark, jij gaat de douche in. Ja, die gaat zich even klaarmaken voor de sexy time. Dan komen zij hier, Koen en Emma. Ze gaan lekker zitten. Ja, en dan wordt het wel duidelijk wat Emma eigenlijk wil. Want wat wil je eigenlijk? Ik wil wel seks. Waar de fuck is Michael? Thanks, dankjewel. Je zat in die kamer. Ik liep die kamer en ik dacht van, wat ben ik nou aan het doen? Waar ben ik nou in godsnaam beland? Waar slaat dit nou weer op, dacht ik. Die camera al neergelegd. Oké. Okay. Go. Zo, dus tenminste die kinderen. Ja, dit was, dit mensen, ik zit daar te praten en die vent gaat douchen. Ik denk, ik reageer maar niet, maar ik denk, wat gebeurt mij? Die gast gaat ineens douchen. Hij gaat gewoon douchen. Nou, ik zou er niet langer omheen draaien. Ja, hier komt hij zo en ik keek en ik dacht, ah man, wat is dit voor onzin. En hier wist ik wel wat er ging komen. En ik had nog steeds niet door of het een prank was of niet. Maar ik wist wel wat er ging komen en ik dacht, oh jezus. Je bent hier zeker omdat we interesse in je hebben programma en documentaire. Besef, ik zit hier te praten over een docu. En er zat een of andere random car wash ginger naast me in zijn blote hoofd met een handdoek eromheen. What the fuck? Maar ik moet eerlijk opbiechten dat wij ook, hoe zou ik het zeggen? Heb je wel eens gehoord van swingers? Zie maar kijken. Kijk, ik weet wel wat swingers zijn. Swingers is volgens mij dat je 2 stelletjes hebt en dan ga je met elkaar in plaats van met je eigen vriendin. Wat sowieso raar is met swingers, want mijn vriendin was hier niet bij. Dus dan was het niet echt swingen geweest, maar goed. Nee, ik had het er al over gehad. Nee, nog niet. Je bent iets te vroeg. Wat dan? Nee, dat ken ik niet. Ja, dan heb ik het niet over swingen. Ik kan me helemaal niet herinneren dit. Dus je denkt dat je eigen documentaire gaat krijgen, die komt er niet. Dan zijn er 2 mensen waarmee je in gesprek bent serieus geïnteresseerd om met jou te swingen. Nou, het is te krankzinnig voor woorden. Wat gaat Koen doen? Heeft hij er eigenlijk stiekem wel zin in? Of denkt hij, nee, dit is niks voor mij. Ik ben weg hier. Alles kan. Ja, alles kon. Ja, ik heb gewoon een vriendin, dus voor mij is dat niet zo. Dit is trouwens sowieso geëdit. Het is nooit zo lang stil geweest. Ik weet zeker dat het niet zo lang stil is geweest. Het is zeker geëdit, dit stuk. Ja, maar wij hebben ook gewoon een relatie. Ja, dat snap ik. Maar dan kom ik een gelukkig getrouwd. Ja, dat is helemaal goed. Maar ik denk niet dat ik daar de juiste persoon voor ben. Ik denk juist wel dat jij daar de juiste persoon voor bent. Ja, dat is een eer, dus dank je wel daarvoor. Maar nee, helaas. Het is niet voor mij weggelegd.
Kun je anders je vriendin even bellen? Je mag je vriendin nog bellen. Ik wou dat zeggen, als je leeft al met vieren. Ja, maar ik denk dat mijn vriendin dat ook niet ziet zitten. Dus, nee. Maar dit was allemaal voor niks. Ja, zak me in de schoenen. Dit was allemaal voor niks. Ik ben blij dat ik je hebt leren kennen en zo. Dus daar is het zeker voor. Maar ik hoopte dat we 1+1 komen, zeg maar. Nee, sorry, dat zit er voor mij niet in. Ik doe mijn begin niet. Goh, wat ben ik ongelooflijk loyaal, mensen. Ongelooflijk. Ja, ik bedoel, ik kan hem gewoon. Ja, maar dit is voor mij helemaal geen ding. Ik ga dit niet doen. Zo makkelijk is het. Oh. Ik ga het niet doen. Hij gaat het gewoon niet doen. Het hoeft niet met mij, hè? Ik bedoel, je mag gewoon met. En dan kijk ik alleen, weet je dan. Nee, maar ik heb daar helemaal geen behoefte aan, sorry. Ik ben hartstikke blij met mijn vriendin en wij zijn hartstikke blij met elkaar. Dus vind je het niet knap dan? Dat zei ik dan niet. Nee, je moet de vraag heen. Ik vind je een hartstikke mooie vrouw. Maar zij ik. Zei ik toch? Maar nee, dit is voor mij niet. Ja, ik vind jou ook een hele mooie jongen. Ik vind je gewoon een hele mooie jongen. Dankjewel. Hoor ik vaker. Ja, je mag hoor ik vaker. Leuk. Toch nog even geintje dus door, hè. Ik zit hier compleet in de mut. Ik zit echt zeg maar, de mut komt tot hier. En dan toch nog even, hoor ik vaker. En dan weer terug in de mut. Maar we hebben alles besproken voor de documentaire, dus ik heb weten ook alles. Ja. Want dan is dat wel een ding? Of is dat gewoon, een soort, of staan er camera's aan? Ik zie daar wel een camera liggen. Jullie ja, zeggen dat, ik zie daar wel een camera. Oh, die is gewoon van ja, die maken wij wel eens gebruik van. Ja. Oh ja. Ja, daarvan, ja, dat zou best kunnen. Als zij raar zijn, zou dat best wel kunnen. We hebben al besproken, toch? Ja. Ja? Nou, mocht je bedenken, dan. Je weet waar we zitten. Heb je mijn mailadres? Ja. Helemaal goed. Dankjewel. En nog. Hey, voetjes! Oh, ik voel het al een taart, jongen. Schitterend. Hier, deze voor jou. Oh, wat een kut, sorry. Ik baalde zo van mijn doku. Oh. Ik dacht dat ik veel uitbundiger reageer, maar ik was gewoon zo flabbergasted of zo, merk ik. Hier, als ik het zo terugzie. Wil je nog wat tegen je zeggen? Schat, ik hou van je. En ik heb je laten zien, hè. Hij is loyaal. Ik ben fucking loyaal. Inderdaad. Oh mensen, wat ben ik geprankt. Ik hoop jullie het leuk vonden. Ik vond het een stuk minder leuk. Maar goed, nu heb je het ook van mijn kant gehoord. Hoe ik erin sta. Ik wil je bedanken voor het kijken in deze video. Vond je het leuk? Vergeet de video zeker niet te liken. Abonneer op mijn kanaal, kan niet beneden. Doe het zeker. En zie ik bij de volgende video. De groet. Kijk eens hoe ik draai. Mijn leven net een film. Ik heb geen time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen. Kijk eens hoe ik draai.